De Slam School Awards. Battle of Heroes. Dag nummer 2. We staan weer klaar met het juryrapport. Het Carolus Clusius College is aan de beurt voor de check-out. We gaan ze zo meteen checken. We staan nu nog op een verlaten parkeerterrein. Uraya gaat zo meteen checken op de lekkerste babe. Michael gaat zich richten op de beste conciërge. En verder gaan we gewoon alles onderzoeken en kijken hoeveel ze voor Artsen zonder Grenzen hebben opgehaald. Ik ben benieuwd. Op naar de check-out. Carolus Clusius College. We zijn begonnen met een soort heldenontvangst hier en we krijgen een voorstelling. Wat vind je van Michael? Ja, ik vind het te gek, joh. Ze zijn allemaal zo acrobatisch. Ja, het is echt heel goed. Hè. Dit is echt gewoon een helemaal voorbereide voorstelling die we hier krijgen. We hebben hier twee brancards. Wat moet er gebeuren? Jij bent onze begeleider. Wat moeten we doen? De bedoeling dat jullie door de school worden gedragen op brancards. Dat meen je niet? Ja, jullie gaan allemaal vette dingen zien. Oké. Dit is mooi. Leuke check-out zo. Jullie krijgen van elk land een gerechtje omdat we een world school zijn. Chinees eten. Lekker. Duits, een bordje. Ik word helemaal volgesnauwd hier. Dankjewel. Gracias. Dit is jullie eindpunt. We hebben een verrassing in de grote aula. We staan hier dus in de volle aula van Carolus Clusius en we gaan naar de jurybank. Is Daniel Heller! En het mooiste meisje van onze school is Marietje Costanzo! Die is de allerbeste van jullie. Of die hebben jullie allemaal gestemd voor de leukste leraar? Nou, het kan maar één zijn. Mooi bedrag opgehaald hier voor Artsen zonder Grenzen. Deze school heeft dat gedaan. Dat is de opdracht van elke school, maar ook hier gewoon weer een ontzettend mooi bedrag opgehaald. Daar zijn we trots op. Lekker bezig. Jullie mogen zo meteen door de geluidsbarrière schreeuwen. Daar staan we. 3, 2, 1. Van de checkouts. En dit was een feestje hier in Zwolle. Morgen gaan we kijken of ze dit in de Oscar Dome treffen. Maar wat een feestje was dit, jongens. Lekker. Tot morgen. De Slam School Awards. Battle of Heroes.